Ik ben Eugène van Mierlo, lijsttrekker voor het CDA. Het CDA in Almelo staat voor een leefbare stad waar iedereen meetelt. En die leefbaarheid die uit zich op vele fronten. Ik noem wonen. Waar het CDA belang aan hecht is betaalbare woningen, met name voor de middeninkomens en voor de starters. En dat gaan we doen door de komende jaren ongeveer een 3000 plus woningen extra bij te bouwen in Almelo. En dat willen we heel graag binnenstedelijk, dat mag de hoogte in. We gaan natuurlijk ook kijken waar er bijvoorbeeld aan de rand van de stad iets bij kan, maar eerst binnenstedelijk en de hoogte in. Kortom, stadsvernieuwing is ontzettend belangrijk. Maar leefbaarheid uit zich ook op het gebied van veiligheid. Mensen moeten veilig in onze stad kunnen leven, kunnen wonen, kunnen werken. En dat betekent dat we keihard zijn als CDA om ondermijning aan te pakken. De zorgfraude aanpak die ik de afgelopen jaren, waar ik ontzettend hard aan heb getrokken, dat gaan we continueren. We willen huisjesmelkers aanpakken op allerlei manieren, zodat mensen veilig kunnen wonen en leven in onze stad. Maar leefbaarheid uit zich ook in groen, in meer groen. Het CDA vindt groen belangrijk. We zijn de groenste stad van de provincie. En dat moeten we zo zien te houden. En dat betekent concreet dat het CDA graag wil dat onze wijken ook groener worden en dat we via bijvoorbeeld stimuleringsregelingen, is daar ook vorige periode doorgekomen door de gemeenteraad, dat daar extra geld voor komt. Zo willen we inwoners stimuleren om meer aan groen te doen. Maar zeker ook, en niet op de laatste plaats, leefbaarheid in, laten we zeggen, het sociale domein. Want we zien bijvoorbeeld een vergrijzing op ons afkomen. Dat betekent dat we nog meer aandacht moeten hebben voor mantelzorgers. Want mantelzorgers zijn het goud in onze stad. En dat geldt ook voor de aanpak van eenzaamheid. Ook daar wil het CDA de komende periode hard aan doorwerken. Dames en heren, ga vooral stemmen op 14, 15 of 16 maart. En mijn advies aan u is, stem op lijst 1, CDA. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Jazeker moet er geïnvesteerd worden in de binnenstad. Wat het CDA graag wil is een compactere binnenstad. Waarbij vanuit, we willen graag een leefbare stad waar iedereen mee kan doen. En als je dan het hebt over de binnenstad, dan wil je dat dat bruist. Dan wil je dat daar enthousiasme te voelen valt. En dat betekent dat de ingezette lijn van de koers voor de binnenstad, dat we een compactere binnenstad willen, dat we daarmee door moeten gaan. Dat we dat qua functies om moeten bouwen naar wonen. En in ieder geval zorgen dat leegstand op die manier absoluut wordt aangepakt. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Ja, het antwoord daarop is ja, maar met een hele nadrukkelijke maar. En die maar die is heel belangrijk. Want de uitbreiding van het Business Park heeft een regionale functie. Dat is echt belangrijk, ook voor Almelo. Maar die maar is dat dat gebied ook een kwetsbaar gebied is voor bewoners, voor mensen die daar nu hun bedrijfsvoering hebben. En daar moet je in alle zorgvuldigheid mee omgaan. En we willen heel graag dat er nadrukkelijk naar Stichting Dorpsbelangen Bornebroek wordt geluisterd met hun ideeën en hun tips om ervoor te zorgen dat het op een adequate manier plaats kan vinden. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Dat antwoord is ook een ja met een maar. En ook hier moet ik die maar toelichten. Want onze plannen rondom zon op land, dat is wel zo'n beetje vol. We willen bouwen aan zon op dak. Alleen het probleem is netcongestie. Dus daar moeten we aan werken om ervoor te zorgen dat die energie kwijt kan op het net, met name op de daken. Maar het zou te populistisch zijn om te zeggen dat we geen windmolens moeten hebben. Want het energieverbruik gaat gigantisch stijgen en dat betekent dat we goed moeten onderzoeken waar er in een bepaald gebied rondom Almelo-Noord zal dat waarschijnlijk zijn, met onze buurgemeenten, toch een windpark kan met een ingepaste vorm, zodat het zo adequaat mogelijk en acceptabel mogelijk voor onze inwoners is. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. Het antwoord daarop is ja. Want betaalbare woningen, met name voor de middeninkomens en voor starters, die zijn ontzettend belangrijk. En het CDA wil de komende pak een beet 10 jaar ruim 3000 woningen erbij bouwen.
Juist ook om mensen te binden en te boeien voor onze mooie stad. Maar als het gaat om sociale huur, vindt het CDA het belangrijk, en dat staat ook in de woonvisie die de Raad heeft vastgesteld, dat we met onze buurgemeenten zorgen voor een betere spreiding van de sociale huur over de regiogemeente heen. Zodat lusten en lasten, het hele spectrum, netjes met elkaar verdeeld worden en we op die manier ook Almelo een leefbare stad kunnen laten zijn. Voor iedereen. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Almelo moet zeker bijdragen aan meer cultuur en welzijn. Dat is belangrijk, ook voor de leefbaarheid in de stad. En wat zo mooi is, is dat we heel graag ook die amateurkunst die we hebben, dat we daar steuntjes voor in de rug kunnen geven. Dat kleinschalige initiatieven ook kunnen floreren. Want het helpt mensen ook in hun ontwikkeling via cultuur, via allerlei mooie initiatieven om daar bij te dragen aan een leefbare stad, zal ik maar zeggen. Wij hebben een cultuurimpuls gerealiseerd afgelopen jaar en daar is het CDA ontzettend blij mee. 500.000 waar mooie nieuwe initiatieven mee kunnen groeien en bloeien.